Mijn naam is Birgit Hendricks. Ik ben van Binnenstad Service Nijmegen en ik ben ook projectleider van het Cargo Hitching project. Wat Cargo Hitching is, is eigenlijk, de naam zegt het al, Cargo Hitchhiking. De goederen die liften mee met het personenvervoer. Dat is de gedachte. Nou, wat wij doen in dit project is de goederen ontvangen, hier op onze loods. En vervolgens brengen wij ze in onze stadsrit naar het station. En op het station gaan ze met de bus verder naar Millingen. Ik denk dat de voordelen zijn de efficiëntie van het goederenvervoer. Dus niet allemaal achter elkaar kilometers rijden met half lege bussen of bestelbusjes bedoel ik dan, of vrachtwagens. Maar ook slimmer gebruik maken van het busvoertuig, het openbaar vervoer, wat toch al rijdt. Ik ben Jasper. Ik ben Marcel. Via de dagbesteding Plurijn, via Plurijn Zorg eigenlijk, zo ben ik eigenlijk aan de dagbesteding bij Brein gekomen eigenlijk. Mijn taak is hier op station pakketje op te halen. Daarmee met de bus mee naar Millingen om dat pakketje daar af te geven. Marisa Bakker, ik ben chauffeur bij Brein. Ja, ik vind het een mooi initiatief. Het is voor het milieu op een gegeven moment meer besparend, minder auto's. En voor de mensen die op een gegeven moment aan het werken zijn overdag. En die dat s'avonds op een gegeven moment gewoon kunnen gaan afhalen. Je hoeft niet thuis te zijn op de dag, want wij zijn hier op de loods thuis. Wij ontvangen je goederen. En de afhaalwinkel in Millingen is tot 8 uur 's avonds geopend. Dus mensen kunnen altijd na werktijd even een pakketje ophalen. En ik denk, dat doen we nu nog niet meteen, maar dat we ook na 8 uur nog een rondje door het dorp gaan fietsen om de goederen thuis te brengen. We doen het al een aantal weken, al 3-4 weken. En dat vind ik wel heel erg leuk en enthousiast met mensen omgaan, klantvriendelijkheid. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Letten op passagiers dat de klanten er geen last van hebben dat wij met spullen de bus in komen met de collie. En dat ze het wel heel erg in de gaten gaan hebben dat wij straks de bus in gaan met de collie. Nee, ik heb van reizigers heb ik eigenlijk nog nooit geen commentaar gekregen van dat ze er problemen mee hadden dat mensen met pakketten in de bus kwamen. Nou, ik vind het leuk om te doen. Het is afwisselend. Je bent de hele dag in de buitenwereld en je hebt wat te doen. Laat de pakketjes maar elke dag komen. Mijn naam is Halme Wieland en ik woon in Millingen aan de Rijn. Ik ben Leroy Marta en ik kom uit Nijmegen. We zijn hier bij afvalpunt Millingen aan de Rijn, waar de pakketjes worden gebracht en ook weer worden opgehaald door de klant. Ik vind de service heel goed. Ze zijn altijd heel vriendelijk. Leuk praatje altijd even maken. Goed, het pakketje staat altijd klaar. Je krijgt een mailtje, of een sms'je krijg je. En dan staat er zin op het pakketje er is en dan kan ik het op gaan halen wanneer ik het zelf wil. Ideaal. Nou, als hier de pakketjes binnenkomen, dan neem ik de pakketjes aan van de klant. En als de klant zelf dan binnenkomt, dan vraag ik naar de naam of de bevestiging. En dan ga ik het goede pakketje halen en dan krijgt de klant het pakketje mee. Het is er ook vaak heel gezellig, de buurtgenoten hier met elkaar zitten te babbelen. Vind ik ook, is het ook zo. Ja. Nou, we weten eigenlijk nog niet of er naast Millingen aan de Rijn andere dorpen of plattelandsgebieden geïnteresseerd zijn. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er andere provincies zijn, of andere dorpen, die zeggen van ja, wij hebben eigenlijk een vergelijkbaar probleem. We hebben heel inefficiënt goederenvervoer en we hebben bussen die half leeg rijden in de daluren. Kunnen we dat slim combineren? Ik kan me heel goed voorstellen. En ja, als deze proef goed lukt, dan gaan we natuurlijk verder.